Man op Duivelseiland is een waargebeurd verhaal over de affaire Dreyfus. Een grote doofpotzaak uit de geschiedenis van Frankrijk. En dit verhaal heeft letterlijk Frankrijk in tweeën gesplitst in die tijd dat het zich afspeelde. Eind 19e eeuw. U zou me nog vertellen waar die kapitein net mee bezig was. We hebben een spion in de Duitse ambassade. Ik speel de rol van Georges Picard. En dat is uiteindelijk de generaal die erachter komt dat het hele proces is doorgestoken kaart geweest. En daar komt hij achter en probeert dus het gelijk van Dreyfus te bewijzen. Dit was drama, dit was toneel, dit was emotie. Dit was het verhaal waarvan ik de muziek en de liedjes ging schrijven. Het proces was een fars, de bewijslast was zwak. We hadden de zaak kunnen verliezen. Ja, we hebben een crowdfunding gedaan op Voor de Kunst. En eigenlijk vanuit mijn eigen verhaal, hè, ik heb een droom om dit te doen. Help mij om die droom waar te maken, heel simpel. En dat bleek ontzettend goed te werken. Zaak Dreyfus is beslist en ligt achter ons. Het is gewoon prachtige muziek. Het is echt ontzettend mooi gecomponeerd. En uiteraard ook prachtige arrangementen. Maar ja, dit had ik niet verwacht. Dit is echt wel, het maakt me blij. Niet komt er een dag zonder angst en zonder zorgen. Tot aan die dag blijft mijn blik gericht op morgen. Eigenlijk is het plan dat we in 2019 in première gaan met de volledige musical in Den Haag.